De Bond van Personeel Regionale Gezondheidsdienst had vandaag een prikactie. Dit vernam onze redactie van de leiding van de bond en we namen polshoogte bij verschillende klinieken. Bij het filiaal te Ledidorp moesten patiënten onverrichter zaken huiswaarts keren toen zij voor gesloten deuren kwamen te staan. Het bondsbestuur heeft donderdag zowel zijn leden als directeur Gayadin in een schrijven medegedeeld dat er vandaag niet wordt gewerkt. Dit om de kwestie waarbij de bond de stichting verwijt dat die niet wil onderhandelen om te komen tot een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De vakbond gaat niet akkoord met een voorstel van de directie waarbij via een brief op 29 september wordt gevraagd de onderhandelingen met 2 weken te verschuiven. De andere punten die spelen zijn de hoge kosten van levensonderhoud, terwijl de inkomens niet evenredig zijn gegroeid. Ook de schaarste aan middelen en de druk op de uitvoering van swapdiensten en het niet meer toereikend zijn van middag-, wacht- en weekenddienst zijn beweegredenen. De bond zelf wilde vandaag geen interview afstaan.